en 7. Stadhuis van Nijmegen. We staan voor het historisch stadhuis van Nijmegen. Vanaf 1230 heeft Nijmegen stadsrechten, maar dit stadhuis gaat terug naar de 14e eeuw. Het stadsbestuur was nog klein. Er waren slechts enkele ambtenaren in dienst. Alleen het oostelijke woonhuis van het stadhuis was in gebruik. Later in 1382 en in 1420 betrok men twee huizen ten westen ervan erbij. In 1554 verbouwden ze het stadhuis grondig en de drie huizen smeden ze tot één pand. De architect, Herman van Herengave, ontwierp het in de vroeg-renaissance-stijl. Er kwam een nieuwe gevel en vanaf dat moment vond de rechtspraak in de nieuwe schepenzaal van het stadhuis plaats. Er is nog steeds een deur waar de veroordeelde moest staan en waar het publiek hem kon aanschouwen en eventueel kon bespugen. In de voorgevel, tussen de vensters, staan beelden van keizers en vorsten die belangrijk waren voor Nijmegen. In de borstwering onder het dak zijn 7 medaillons, voorstellende de 7 deugden waaraan ambtenaren zouden moeten voldoen. Hoop, geloof, rechtvaardigheid, moed, voorzichtigheid, eendracht en liefde. Maar vroeger werd niet alles met liefde bedekt. Een geschil tussen verschillende personen die dachten aanspraak te maken op het burgemeesterschap liep uit de hand. Oud-burgemeester Willem Raukens en 8 vrienden probeerden in 1705 het recht te herstellen. Dat mislukte. 3 lieten het leven tijdens de coup-poging, 5 anderen werden opgehangen en Willem Raukens zelf werd onthoofd. In het westelijke deel staat de gedeputeerde poort uit 1663. Deze gaf toegang tot de vergaderruimte van de gedeputeerden van Gelre. Van 1676 tot 1679 was Nijmegen het centrum van de Europese politiek. Gezanten uit onder meer Nederland, Frankrijk, Engeland, Rome en Zweden onderhandelden met elkaar om de Nederlandse oorlog af te sluiten, die in 1672 begon. De grote wandtapijten zijn aangekocht in verband met de Vrede van Nijmegen. Het vredesverdrag tussen de Republiek der 7 Verenigde Provinciën en Frankrijk. In de Treffenzaal ondertekenen ze de verdragen. In de Tweede Wereldoorlog, in 1943, zat NSB-burgemeester van Lokhorst aan het roer. Hij was alleenheerser en verving bijna alle wethouders voor NSB'ers. Na de oorlog werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. De Duitsers staken het stadhuis in 1944 in brand. Het gehele pand stond in lichterlaaien. De grootste kunstschat van het Nijmeegse stadhuis, de hiervoor genoemde wandtapijten, lagen gelukkig bij een restaureur. Een gedeelte van deze collectie, de groentapijten, de Aeneas-serie, hangt nog in het stadhuis. Van 1947 tot 1953 werd het stadhuis gerestaureerd. Bij deze herbouw zijn replica's van de beelden op de gevel geplaatst, als compensatie van de in de oorlog vergane kerktorens. De spanten van deze toren werden door houtgebrek niet van hout gemaakt, maar van beton. In het gemeentehuis hangen de portretten van oud-burgemeesters zoals Tom de Graaf van D66 en Ian Dales van de PvdA. Onder het stadhuis bevinden zich middeleeuwse gewelven met martelkamer en pijnbank. Bij het achterhalen van de waarheid werd geweld niet geschuwd. Terwijl de beul zijn pijnlijke werk deed, keken diverse personen toe, waaronder de rechters. Naast de folterkamer lagen de kerkers. Deze strekte zich uit over de gehele breedte van het stadhuis. Maar wie heeft nou dat kopje laten vallen? Ik denk dat we de pijnbank eens afstoffen en dan die kerker in. Zo, die zijn we even kwijt.